van NoRails, welkom bij deze aflevering. Het NoRails team is weer eens richting Zuid-Duitsland getrokken. En we zijn terechtgekomen in Rosenheim. Deze film zal dan ook beginnen met beelden vanuit Rosenheim, met veelal doorgaande treinen. Daarna gaan we een bezoek brengen aan München-Ost. En uiteraard München Hauptbahnhof wordt ook niet overgeslagen. Dus vanuit Beieren wordt dit weer een hele interessante film. En vooral blijven kijken. Veel kijkplezier. Ja, we starten deze aflevering aan de rand van de Alpen. We zijn in Rosenheim. Vanuit München komt deze 111 met de regionaal express naar Salzburg binnen. Deze treindiensten van München naar Salzburg en van München naar Kufstein worden tegenwoordig gereden door de Meridiaan. En dat is een treinproduct van Transdev, uit vroegere Veolia. Vanuit Mühldorf via Wasserburg am Inn komt deze 628 binnen. En zoals u ziet is Rosenheim de eindbestemming van deze trein. De machinist heeft de sluitzijn al aangemaakt en deze 628 is eigendom van de Zuidoost-Bayernbahn. Wederom een dochteronderneming van DB Regio. Vanuit Holzkirchen komt deze 425 binnen. En ook het verkeer op deze lijn tussen Rosenheim en Holzkirchen is tegenwoordig in handen van de Meridiaan en heeft bij die aanbesteding dan ook DB Regio verdrongen. En de Meridiaan rijdt daar met treinstellen van het type Flirt 3 van Stadler. Inmiddels is het tijd voor de regionaal express naar Salzburg Hauptbahnhof om Rosenheim weer te verlaten. Het is 7:15 in de morgen, dus we waren er weer vroeg bij. En dit dieseltreinstel gaat weer terug richting Mühldorf. Je ziet dat we aan de rand van de Alpen zijn. Hier zijn de eerste Alpentoppen. En na een korte stop gaat de 425 weer terug naar Holzkirchen. Aan de linkerkant van het treinstel, daar waar die locomotieven uit de serie 140 staan, was het vroegere depot van Rosenheim. Vanuit Holzkirchen komt wederom een 425 in Rosenheim binnen. Je ziet daar ook nog voormalige zilverlingen staan van DB Regio. Rosenheim was weliswaar wel nog een standplaats voor DB Regio, maar ook voor DB Cargo. Vandaar dat hij daar die locomotieven te straks zag uit de serie 140. De
Het is tijd voor de 628 om te vertrekken naar Mühldorf. Een trein zal rijden een stukje parallel aan de hoofdbaan richting München. Vanuit München komt deze Christophorus Express, een autoslaaptrein op weg naar Oostenrijk en getrokken door een 110. En deze trein rijdt ook richting Salzburg. En vanuit de richting Freilassing komt deze Intercity, getrokken door een locomotief uit de serie 120. En de trein mocht vertrekken met 60 km per uur. Alle rijtuigen zijn er voorzien van een nieuwe DB-kleur voor de Intercities. En achterop loopt een stuurstandrijtuig. Hangt een lichte nevel rondom de Alpen. Daar komt de volgende nachttrein, getrokken door een 101 met reclame op de zijkant. En ook dit is een Christophorus Express. En je ziet dat deze treinen hier vlak achter elkaar langskomen in Rosenheim. En vanuit de richting Salzburg komt deze goederentrein, getrokken door een 1044. En deze locomotieven hebben vanwege hun karakteristieke geluid de bijnaam Alpenstofzuigers. En deze Oostenrijkse locomotief zal voor deze trein blijven tot het rangeerstation van München-Ost. Uit de richting München komt deze Hoekenpaktrein. Speciale treinen zijn dit voor het vervoer van vrachtwagencombinaties. De chauffeurs kunnen dan verblijven in het rijtuig dat meteen achter de lok te zien is. En we hebben hier te maken met een 139 van DB Cargo. Het slaaprijtuig is van de ÖBB, de Oostenrijkse Spoorwegen. En deze trein heeft als eindbestemming station Brennerzee. Weer een 1044, maar nu in de nieuwste kleurstelling. En deze 1044 heeft een nachttrein uit Italië aan de haak.
komt weer een 110. Met de oorspronkelijke lampen, waarbij de sluitzijnen geïntegreerd zijn in de frontzijnen. En ook dit is weer een Christophorus Express. Ja mensen, het was vakantietijd toen deze film gemaakt is. Getuige de vele autoslaaptreinen die hier Rosenheim passeren. Inmiddels is het tijd geworden voor de nachttrein om Rosenheim te verlaten. En deze trein heeft München Hauptbahnhof als eindbestemming. En de Italiaanse slaap- en lichtrijtuigen hadden toch wel een aparte kleurstelling. Mooie kleurstelling overigens. En wat opvalt was natuurlijk de lengte van deze trein. Deze rijtuigen zijn intercity rijtuigen. Het zijn eigenlijk geen slaap- of lichtrijtuigen, maar gewoon zitrijtuigen. Goederenverkeer kwam natuurlijk ook veelvuldig voor in Rosenheim. Hier komt een 1016 van de ÖBB, beter bekend als zijnde een lok met de naam Taurus. En ook voor deze trein zal de eerstvolgende stop in München-Ost Rangierbahnhof zijn. Vanuit München Hauptbahnhof komt deze 1044 met een Eurocity aan de haak. En in het jaar 2002 waren de Taurussen nog niet zo ver doorgebroken in het reizigersverkeer. Dat was toen eigenlijk nog min of meer het domein van de serie 1044. Deze trein reed overigens richting Salzburg. Dan komt de volgende Eurocity al binnen. En deze gaat wel stoppen in Rosenheim. Dat is de Eurocity vanuit München naar Milaan. Oostenrijks lok, dan een Duits rijtuig en vervolgens komen de Italiaanse rijtuigen. En deze trein zal na vertrek vanuit Rosenheim richting Innsbruck rijden. En vanuit Innsbruck dan via de Brennerpas door naar Italië. Het restauratierijtuig. En hier komt een 425 binnen vanuit het Oostenrijkse Kufstein. En de eindbestemming van dit treinstel is München-Ost. Wij gaan met dit treinstel Rosenheim verlaten en gaan eveneens naar München-Ost. Blik werpen op de Italiaanse rijtuigen. En de rijtuigen van DB Regio. Het seinhuis van Rosenheim. En op de overblijfselen van het depot. We zagen er 3 loks uit de serie 140 en een 151. Inmiddels zijn we in München-Ost.
Een 112 van het depot Berlijn staat hier geparkeerd. Eigenlijk wel een zeldzame gast hier in het zuiden van Duitsland. Althans, zeker als we even in het oog houden dat we over het jaar 2002 praten. En ook heel interessant is deze Talgo slaaptrein, gebouwd in Spanje. En is geleverd aan DB Nachtzug. En München-Ost was een van de eindpunten, of beginpunten zoals u wilt, van deze nachttreinen. En wanneer de reizigers uitgestapt waren, dan werd er gerangeerd met het materieel, zoals u hier ziet gebeuren. De 425 waar we mee naar München zijn gekomen, die gaat weer terug richting Kufstein. En ook interessant is deze geparkeerde 152er. De 152-137 en natuurlijk de nieuwe S-baan treincellen van het type 423. En daarachter in uw beeld rijdt een S-baan van het type 420. Eigenlijk het standaard S-baan treincel voor Duitsland. Tot aan de komst van de serie 423 die hier weer door uw beeld schuift. En het interessante was dat in de laatste jaren dat de serie 420 hier in München ingezet werd, waren er vele kleurvarianten te zien. En zowel in deze aflevering als in de volgende aflevering van EuroRails, waarin we deel 2 bekijken van Rosenheim en München, ziet u vele kleurenvarianten voorbij komen. De Talgo-trein wordt weer teruggeduwd naar het spoor waar hij de hele dag blijft staan, totdat hij 's avonds weer ingezet wordt. Twee treincellen uit de serie 420. Het eerste treincel heeft de originele Münchner kleur, blauw met wit. Treincellen werden hier geïntroduceerd in 1972 bij de Olympische Spelen. Achterop hangt een treinstel dat eigenlijk de kleuren van Düsseldorf heeft, grijs met oranje. Maar in Düsseldorf waren de 420ers al verdreven door getrokken materieel bestaande uit de beroemde X-wagen die in het Ruhrgebied ingezet werden in de S-Bahn dienst. De Talgo wordt aangesloten op de depotvoeding. En de rangeerklus zit er dan ook op. Wederom twee 420ers. De eerste in het oranje-wit. En de tweede al in de nieuwe verkeersrode kleur gespoten. Er bestond er nog een derde kleurvariant. En die was bordeauxrood met wit. En dat is maar bij één treinstel gebleven en waren oorspronkelijk bedoeld voor de S-baan van Stuttgart. Maar om de een of andere reden is deze kleurstelling nooit in de serieproductie overgenomen. En ook Stuttgart werd voorzien van oranje-witte treincellen. Deze 420 heeft de laatste nieuwe kleurstelling voor dit materieel, de S-baan kleurstelling. En het is te herkennen aan de gele streep die een afscheiding vormt tussen het oranje en het wit. En achterop loopt weer een origineel Münchner Kindel, zou je kunnen zeggen. Het origineel Beierse blauw met wit.
De regionale express uit Salzburg met eindbestemming München-Hoppenhof komt binnen. Trek duwtrein, stuurstand rijtuig voorop en achterop duwt een 111 die nog gestoken is in het oude oriëntrode jasje. Terwijl de rijtuigen allemaal voorzien zijn van het nieuwe verkeersrode jasje. En je ziet dat zo'n locomotief in het oriëntrood best wel bleekjes uitziet ten opzichte van het verkeersrood van de rijtuigen. Mooi een 218 en een 111 naast elkaar. En deze machinist die was erg Eurorails minded. Hij zet zijn trein heel langzaam aan. En vlak binnen de buurt van de camera gaat hij eens flink power geven. Luister en huiver. En deze dubbeldekker heet als eindbestemming Mühldorf. Die naam zijn we al eerder in deze film tegengekomen, namelijk de 628 vanuit Rosenheim had ook eindbestemming Mühldorf. En Mühldorf is een heel groot station en het ligt aan niet geëlektrificeerde lijnen, dus het is een waar dieselparadijs rondom Mühldorf. Er komt een 139 van DB Cargo. De serie 139 is eigenlijk een 140, alleen de serie 139 is voorzien van een elektrische weerstandsrem. En dat betekent dat deze locomotief elektrodynamisch kan remmen. De tractiemotoren worden dan omgeschakeld in generatoren en er wordt stroom teruggeleverd aan de bovenleiding. En zodoende kan die locomotief dan elektrodynamisch remmen. Vanuit Mühldorf komt deze 218, ook weer met dubbeldekkers aan de haak. En nu, anno 2016, wordt de serie 218 langzaamaan afgelost door de nieuwe Trax diesels van de serie 245, waarvan er ook een aantal het depot Mühldorf als thuisbasis hebben. Een 420 in het nieuwe verkeersrood, gekoppeld aan de oude Düsseldorfse kleurvariant. De S-Bahn in Frankfurt had ook treincellen uit de serie 420 en die hadden ook die oranje-witte kleur. Alleen München heeft zich lange tijd kunnen handhaven met het blauw-wit. Totaal reclame was ook vaak te zien op de serie 420. Hier zien we weer zo'n treincel voorbij komen met totaal reclame. En het fijne was dat de balk op de front dan ook een andere kleur had. Hier is hij namelijk een soort kobaltblauw. En dit geeft toch weer een ander gezicht aan de treinstel. Maar er komen nog meer reclamevarianten. Dit is het normale blauw, ook voor de blauwe balk rondom de front- en sluitzijnen. En twee blauwe stellen aan elkaar gekoppeld. Dat was lange tijd de standaard hier rondom München. Hooggroen. En dat is geldig voor deze Eurocity. Eurocity Mimara vanuit Dortmund met eindbestemming Zagreb.
En ook deze Eurocity wordt getrokken door een 1044 van de ÖBB. Kort daarop komt weer een Eurocity vanuit München richting Italië. En ook hier hangt een 1044 voor de trein, namelijk de James Bond, de 007. En u moet maar eens luisteren zometeen wanneer deze trein gaat vertrekken naar het specifieke geluid dat deze Alpenstofzuigers maken. En opvallend is dat er altijd wel een DB-rijtuig meerijdt in deze Eurocity. Terwijl het overige rijtuigmaterieel geleverd wordt door de Italiaanse spoorwegen, de FS, de Ferrovia dello Stato. Dan komt hier een DB Cargo Taurus. Eigenlijk mag je die lok dan niet Taurus noemen. Dat was eigenlijk voorbehouden aan alleen de Oostenrijkse locomotieven. Maar ook DB Cargo had 25 stuks aangeschaft. En die ondergebracht in serie 182. Wat was namelijk het geval? De serie 152, waarvan u eerder in deze film aan een locomotief hier in München Oost zag staan, werd niet toegelaten op het Oostenrijks spoorwegnet. En dat was natuurlijk jammer, want de DB had daar die lokserie ook voor voorzien. Wat werd toen gedaan? De laatste 25 stuks van de bestelling van de serie 152 werd geannuleerd en werd omgezet in een bestelling van 25 stuks van deze serie, de serie 182. Inmiddels is er ook een Intercity binnengekomen met eindbestemming Berchtesgaden. En die trein die vertrekt hier vanuit München-Ost. En ook deze trein wordt geduwd door een locomotief uit de serie 120. En dat is er ook eentje in het Orientrood die reclame maakt voor Baden-Württemberg. De 120-122 is dit. Dan komt er weer een nachttrein door, getrokken door een 101. Met een dubbeldeks slaaprijtuig meteen achter de lok. En het laatste rijtuig is ook een dubbeldekker, die in Aken gebouwd zijn bij Talbot. Nu wordt het langzamerhand tijd voor de 182. Luister eens naar dit fraaie geluid. Deze locomotieven spelen een fraaie toonladder en dat doen ze telkens wanneer ze optrekken. De Oostenrijkse Taurussen van de series 10, 16 en 11, 16 maken ook dit geluid bij het vertrek. Ja, het S-baanverkeer kenmerkt zich door een enorm hoge frequentie, vandaar dat u ook zoveel S-baantreinen hier in deze film tegenkomt. Daar komt de volgende 182.
de 182013 en de machinist gaf even een fluitconcertje. En nu gaat het heel hard, daar komt weer een Taurus. Dit keer in de kleuren van Siemens Dispo-Lok. Dit zijn locomotieven die door Siemens gebouwd zijn en die ze gemaakt hebben voor hun eigen leasemaatschappij met de naam Siemens Dispo-Lok. En al die locomotieven hadden toenertijd die grijs-gele kleur. Soms waren ze voorzien van de naam van de huurder, zoals deze die hier binnenkomt, die is gehuurd door TX Logistic. En dat is dan ook op de zijkanten van de lok te zien. Maar dat was niet altijd zo, dat was ook vaak afhankelijk van hoe lang dat de huurperiode was. Want die stickers aan de zijkanten die kosten ook nog een aardige cent. Niet alleen de stickers, ook het aanbrengen daarvan. Wederom twee 420'ers gekoppeld aan elkaar. Waarvan die laatste dan de standaardkleur had voor S-baan materieel voordat het rood zijn intrede deed. En nogmaals, kenmerk daarvan was de gele band tussen het oranje en het witte gedeelte op de treinstelkast. Daar komt weer een 120 binnen met een Intercity aan de haak. Deze Intercity die kwam uit Salzburg. En in deze Intercity rijden nog rijtuigen mee die de Interregio kleurstelling hebben. En dat is deze blauw-witte uitvoering. Het lijkt wel alsof dit een Interregio is, maar die treincategorie was afgeschaft. Je hebt dan niet meteen alle rijtuigen voorzien van een nieuwe kleur. Heel bijzonder is dit S-baan treinstel. Twee oranje-witte kopbakken en een blauw-witte tussenbak. Een noodoplossing om van twee treinstellen, waarvan wellicht eentje defect was, toch een rijdend stel op de baan te hebben. Weer totaal reclame op dit treinstel en de balk is mintgroen. En dat ziet ook weer heel apart uit. Wederom een andere kleurvariant op de neus van een 420. Maar de eerste treinstel is ook apart. Die samenvoeging van twee treincellen, waarvan er dus eentje rijvaardig gemaakt is. Mintgroen op de neus, ook apart. Vanuit Oostenrijk komt deze Eurocity binnen. Wederom getrokken door 1044. Daar schuift zometeen weer een nieuwe variant
van een 420 in totaal reclame het beeld binnen. En daar zien we de kleuren zwart en magenta. Er werden ook diensten gereden met de nieuwe treincellen uit de serie 423. Hier zien we er twee stuks aan elkaar gekoppeld. En er komt weer een trein doorgereden die in München-Oost niet gaat stoppen, maar non-stop op weg is naar zijn eindbestemming München Hauptbahnhof. Vanuit de stadstunnel komen deze 420ers naar boven. S-Bahn München GmbH, dus weer een dochteronderneming van de DB, en de thuisbasis was München Steinhausen. Een 218 in het Orientrood voor een stam dubbeldekkers uit Mühldorf. En met deze trein gaan we München Oost verlaten. We gaan naar München Hauptbahnhof. En dat is tevens de volgende aflevering van Eurails. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens.